We hebben het natuurlijk ontzettend druk, hè, Madeleine. Recepties, bals, onvoorstelbaar. Je mocht het niet voortvertellen, hè, Madeleine. Maar waarschijnlijk gaan Balthazar en ik een weekje op vakantie met Albert en Paola. Naar Biarritz. Ma. Het schijnt dat daar heel mooi en rustig is. En Balthazar heeft gezegd dat daar heel wat recreatiemogelijkheden zijn. Oh ja, is heel charmant. Weet je wat? Ik zal eens vragen of dat ook eens uitgenodigd wordt op een tuinfeest in Laken deze zomer. Ma, stop ermee. Ach, Madeleine, het geeft u zo'n apart gevoel als u onder de vrienden van de koning mocht rekenen. Ja. Enfin, ik ga u laten. Ja, ik moet nog een paar staatszaakjes regelen. Ja. Dag, Madeleine. Voilà. Die is groen van jaloezie. Jij moest je bezig horen. Oh, ik durf tante Madeleine niet meer onder de ogen te komen. Waarom? Ik ben gewoon een beetje op de feiten vooruitgelopen. Binnenkort zijn wij kind aan huis in het paleis. Reken daar maar niet te veel op. De koning kent zijn savoir-vivre. Hij zal ons wel eens uitnodigen op een bal of een diner. Och, dat ik dat nog mag beleven. Oh, maar jij bent helemaal aan het flippen. Het is ook een unieke gelegenheid om prins Laurent te ontmoeten en een beetje beter te leren kennen. Allee, waarom wilde jij prins Laurent? Nee. Ja, maar jawel, Bieke. Stel je voor dat het klikt tussen uw tweekjes. Dat kun je Mark laten vallen. Zeg, zijn jij niet verlegen? Ja, maar zeg nu zelf, wat heeft een simpele jongen als Mark nu te bieden? Oh, liefde, een tederheid, een eerlijkheid. Dat heeft prins Laurent ook. Oh, je zou zo'n schoon koppel zijn. En dan trouwt je en dan word je prinses Beatrice de Eerste. Wie had dat ooit kunnen denken bij een schoonzoon, een prins? Ma, stop ermee. En misschien word je dan nog koningin en dan... En dan ben ik de Queen Mother.